De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, heeft vanmorgen samen met een vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het bouwen van 1000 lage inkomenswoningen. Dit is een geschenk van China aan Suriname. Tijdens de eerste fase van het project zullen 350 woningen worden opgezet. 2 jaar terug heeft de Chinese regering besloten om deze woningen te bouwen voor Suriname, zegt de Chinese ambassadeur Zhang Yingqiong. En volgens Anwar Hassan Khan, beleidsadviseur van OWTNC, is dit een nieuw project van de regering naast het bestaande woningbouwprogramma. Hassan Khan legt uit waar de woningen gebouwd zullen worden. De locatie is de Vredenburg Serie B, zoals dat bekend staat als Altona. U kunt het gebied ook kennen als waar het ziekenhuisproject geprojecteerd is. Het gebied is 25 hectare groot voor deze eerste fase. De woningen zijn gemiddeld varieert tussen 50 vierkante meter één slaapkamerwoning tot en met 3 slaapkamerwoningen van gemiddeld 85 vierkante meter. Het zijn basiswoningen zoals we dat ook in het woningbouwprogramma van de regering kennen. Hassan Khan zegt verder dat het project officieel in april 2018 zal aanvangen. De reden hiertoe is dat de overeenkomst pas is getekend en er rekening gehouden moet worden met de voorbereidingsfase. 1000 woningen zullen in 24 maanden gebouwd worden. Aangezien dit een schenkingsproject is van China, zal de aanbesteding daar plaatsvinden, omdat zij hun eigen procedures hebben, zegt Hassan Khan. Het zal een Chinese hoofdaannemer zijn, maar we hebben wel in de overeenkomst afgesproken dat zeker de helft van de arbeiders en materieel en equipment ook lokaal wordt aangetrokken. Dus het is niet dat het zo zal zijn dat een volledig Chinese aangelegenheid, zoals de minister het eerder heeft aangegeven en de ambassadeur. Dit project moet u ook zien in het kader van als ontwikkelingspartners dat Suriname zeker ook in participeert. En dat zijn we ook overeengekomen. Ja. Khan, beleidsadviseur van het ministerie van OWTNC. Hij sprak vanmorgen na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door minister Jerry Miranda en een vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China. De Chinese regering heeft namelijk toegezegd 1000 lage inkomenswoningen te zullen bouwen.